word achtervolgd! Ik word achtervolgd! Ik schreeuwde en ramde op de deur zo hard als ik kon, in de hoop dat iemand me zou bevrijden uit deze gitzwarte kamer. Ik hoorde hun stemmen, ze kwamen eraan. Help me, alsjeblieft! Ik werd wakker en had geen idee waar ik was. Dames en heren, we hebben zojuist de daling ingezet, dus ik verzoek u plaats te nemen en uw stoelriem vast te maken. Oh ja, ik ben in een vliegtuig, op weg naar huis. Ik had een hele slechte droom gehad en was kletsnat van het zweet. Het zal wel te maken hebben met dat ik zo vermoeid en gestrest ben geweest van dat grote project op mijn werk, waar ik meer dan een jaar mee bezig was geweest. Hey zusje, ik ben net geland en ik ben zo... Wat? Oké, ja. Hou me op de hoogte alsjeblieft. Alles om me heen werd stil. Mijn zus had me zojuist verteld dat mijn moeder was opgenomen in het ziekenhuis met een ernstige leveraandoening. Ik wist niet wat ik moest voelen. Ik had al meer dan 7 jaar geen contact meer met mijn moeder. Het feit dat ik ver weg woonde, in combinatie met een drukke baan, had mij geholpen om mijn moeilijke relatie met haar achter me te laten. In de taxi, op weg naar mijn ouderlijk huis, dacht ik na over wat er allemaal was gebeurd in mijn jeugd. Ik was weggegaan vanwege haar mentale problemen en omdat ze elke dag naar de fles greep. Er waren mensen die mij verweten dat ik haar in de steek liet. Maar op een gegeven moment voelde ik dat afstand nemen de enige optie was. We hadden vaak ruzie en mijn moeder dreigde me dan uit huis te zetten. Op een dag, na een enorme uitbarsting van haar door de telefoon, kon ik er niet meer tegen en stelde haar een ultimatum. Of ze zou hulp zoeken, of ik zou weggaan en het contact met haar verbreken. Ze was buiten zinnen toen ik dat zei en bleef tegen me tekeer gaan. Ik zei dat ze moest stoppen, maar ze bleef doorgaan tot ik de lijn verbrak. We spraken elkaar 7 jaar lang niet, maar mijn zus hield wel contact met haar en vertelde me dat er niks aan de situatie veranderde. Eenmaal thuis begon ik gelijk mijn koffer uit te pakken. Ik was verbaasd hoe goed ik de weg nog kende en het duurde dan ook niet lang tot mijn herinneringen terugkwamen. Tot op de dag van vandaag heb ik last van alles wat ze heeft gezegd. De leugens en de vele keren dat ze haar beloftes niet nakwam. Toch kon ik niet ontkennen dat mijn emoties werden beïnvloed door het nieuws dat ze in het ziekenhuis lag. Er was niet zoveel wat ik kon doen aan haar situatie en dus probeerde ik er zo min mogelijk aan te denken. Totdat mijn zus weer belde en zei: Hey, het ziekenhuis belde net. Het gaat niet zo goed met mama. Ze wil je zien. Het raakte me. Het is moeilijk te beschrijven hoe het voelt als je weet dat je vader of moeder heel ziek is, vergeleken met het bericht dat het daadwerkelijk wel eens voorbij kan zijn. Er is blijkbaar een mechanisme in ons dat zich afsluit voor dit soort informatie. Een soort bescherming tegen verdriet en verlies. Zelfs in mijn geval, met zoveel vervelende herinneringen aan mijn moeder, kwam dit nieuws heel hard aan. Ik had mijn moeder al lang niet gezien en schrok ervan dat zelfs nu ik volwassen was, ik nog steeds bang voor haar was. Het zweet brak me uit toen ik in de ziekenhuislift stond. Ik besloot om 2 verdiepingen lager uit te stappen om tot mezelf te komen. Toen ik bij haar kamer aankwam, zag ik haar bewegingloos in bed liggen, met slangetjes vastgekoppeld aan een aantal machines. Ze zag er veel ouder uit dan de laatste keer dat ik haar had gezien. Haar huid zag geel, ze ademde zwaar en maakte een naar geluid. Ze was in een diepe slaap beland en ik zag hoe mijn zus de zweetdruppels van haar gezicht tepte. Ik werd enorm nerveus, alleen al door haar daar te zien liggen. Ik haalde een paar keer diep adem en verzamelde alle moed om dichter bij haar te komen. Als verstijfd stond ik naast haar bed en het duurde een paar minuten voordat ik haar hand durfde te pakken. Ze was pas 54 en ik had er moeite mee om te beseffen dat dit wel eens de laatste keer zou kunnen zijn dat ik haar zou zien. De hele avond waakten Lizzie en ik bij mijn moeder. Mijn zus was zo lief. Ik heb nooit begrepen hoe zij het volhield met mijn moeders onbeschofte gedrag. Ik kon niet begrijpen dat ze zoveel van iemand kon houden die zo weinig liefde gaf. Terwijl de avond verstreek werd ik kalmer en probeerde er zoveel mogelijk voor mijn zieke moeder te zijn. Ze kon amper nog ademhalen en de geluiden die ze maakte waren angstaanjagend. Op een gegeven moment werd ze wakker en kwam er een dokter bij. Hij gaf haar nieuwe medicijnen en vroeg ons om haar een beetje af te leiden, omdat het pas na 15 minuten zou werken. De dokter had gelijk. Nadat hij weg was, wilde ze eruit en moesten mijn zus en ik haar zachtjes terug in haar kussens duwen. Ze was erg verward, maar toen mijn zus haar vertelde dat ik er ook was, opende ze haar ogen en fluisterde ze mijn naam. Ik stond nu bijna naast haar, zodat ze me kon zien. Ze huilde. Ik kneep zachtjes in mijn hand. Het was zo ontroerend.
Ze zei niks, maar toch denk ik dat ze blij was om het te zien. Weer probeerde ze uit bed te komen en we moesten van alles verzinnen om haar af te leiden. Plotseling herinnerde ik me een liedje dat ik altijd voor haar zong toen ik klein was. Walking After Midnight van Patsy Cline, een onbekend liedje uit de jaren 40. Ik zei, mama, zou ik je liedje zingen? Ze keek me aan op een manier dat het leek of ze ja zei. En dus zong ik, met een brok in mijn keel, haar favoriete liedje. Ze glimlachte en fluisterde de titel van het liedje voordat ze weer in slaap viel. Niet lang daarna kwamen er een aantal andere mensen op bezoek die wij niet goed kenden. Het waren kennissen van mijn moeder die ze kende uit de kroeg en die niet bepaald een goede invloed op haar hadden. Toen ze zagen hoe kritiek mijn moeders situatie was, schrokken ze en gingen er snel weer vandoor. De volgende ochtend kwam er een vriendin van mijn moeder langs die niet wilde geloven wat er met mijn moeder aan de hand was. Toen ik zag hoe ze haar wakker probeerde te schudden, werd ik boos en stuurde haar weg. Ook zij weigerde te accepteren dat mijn moeder niet lang meer te gaan had. Ik weet niet of mijn moeder heeft gehoord wat ik haar allemaal heb verteld in de tijd dat ik naast haar bed zat. Hoe meer tijd we samen waren, hoe meer sympathie ik voor haar kreeg. Ik had medelijden met hoe ze erbij lag. De pijn die ze moest verduren, dat gun je niemand. Ik begon steeds meer in te zien dat de problemen waar ze haar hele leven mee geworsteld had, geen keuze was, maar een ziekte. Nadat we 24 uur non-stop in de weer waren geweest en geen oog hadden dichtgedaan, gingen mijn zus en ik even naar huis om op te frissen. Toen we weer terugkwamen in het ziekenhuis, bleek dat mijn moeder was heengegaan. Net toen we er niet waren. We voelden ons zo schuldig dat we haar alleen hadden gelaten. De dokter probeerde ons te troosten door te zeggen dat terminale patiënten vaak wachten op een moment dat ze alleen zijn. Maar zijn woorden namen mijn schuldgevoel niet weg. Mijn moeder had haar lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap, waardoor er geen begrafenis was. In de dagen erna kreeg ik van een aantal van haar zogenaamde vrienden het verwijt dat ik mijn moeder in de steek had gelaten. Mijn zus nam het voor me op door te zeggen hoe we hadden geleden onder haar gedrag. Na verloop van tijd begon ik gesprekjes te hebben met mijn moeder, alsof ze me kon horen. Ik weet niet wat ik moet denken bij zoiets als het hiernamaals, maar ik hoop wel dat ze ergens is waar ze niet langer ziek is en dat ze begrip heeft voor de keuzes die ik heb gemaakt. Het is nu 2 jaar geleden en ik ben eindelijk in staat om op een positieve, liefdevolle manier aan mijn moeder terug te denken. Ik heb geen spijt dat ik bij haar ben weggegaan en ben trots dat ik er op het einde voor haar was. Het is jammer dat haar ziekte haar zo veranderde en ze heeft niet het leven gehad dat ze verdiende. Helaas was het haar niet gegund om bij mijn bruiloft te zijn en te kunnen spelen met haar kleinkinderen, mijn neefje en nichtje. Door alles wat er in mijn leven is gebeurd, kan ik mensen die een familielid of vriend hebben met hetzelfde probleem als mijn moeder aanraden om hulp te zoeken. En vooral te zorgen dat ze er zelf niet aan onderdoor gaan. Je kunt dit soort mensen namelijk alleen helpen als ze echt geholpen willen worden. Vroeger toen ik klein was, ging ik samen met mijn moeder naar de hei. Elke keer als ik aan haar denk, dan denk ik aan de paarse bloemetjes die we samen plukten. En hoop ik dat ze in vrede over ons waakt.